Zo. Goed, het is een heel, heel druk jaar geweest dit jaar. En het is bijna einde van het jaar, het is de maand december. En ik heb hier een nieuwe jaaroverzicht voor jullie. Even wat anders dan anders. Vorig jaar was het alleen maar met filmpjes. En nu is het ook met mij fysiek in het beeld en met quotejes. Als melden van video's en niet van vlogs. Ik wens je graag nog welkom bij jouw overzicht 2019. So don't hold me back. You're not allowed to spend my time, 'cause that is what you came here for. Goed, mensen, laten we beginnen. Wij beginnen het begin van het begin van het jaar. Kijk of ik alles nog weet. Sommige dingen worden ook als filmpjes boven al terug praat in beeld genomen. Als quotejes, weet je dat was. Sommige dingetjes worden ook echt in beeld genomen, fysiek, ook met het geluid. Maar ik kom ook zonder geluid, dus weet je dat was. We beginnen met de maand januari. En de maand januari is best wel een vermoeiend jaar, maand geweest dit jaar, want vorig jaar was het toen drie keer ziek geweest. En vanwege mijn galblaas die er toen uit moest in die tijd toen nog. En op een gegeven moment was het echt mensen vrij van operatie, maar gaat er weer over. In de maart, maar eerst in de maand januari. In de maand januari was voor mij best wel een vermoeiende maand. Want mijn galblaas, mijn steen, mijn galstenen liep toch weer gelijk weer door de galblaas. Voordat die echt de bedoeling was. Er zat een stent in die tijd en ja. De stent hield niet meer vol in mijn lichaam en die was een beetje af. Vies geworden blijkbaar en ja, hij moest terug uit binnenkort en na de operatie van een jaar van dat het begin dit jaar was, vorig jaar, zei ze van ja, binnen 6 maanden word je weer geopereerd, gaat de stent eruit, beneden dus. Dat is niet waar, dat is niet gebeurd. Ik wachtte op een wachtlijst. Ik zit even te kijken op het portaal van het Centraal Ziekenhuis wanneer ik aan de beurt wil zijn. We hebben toen ook een keer gebeld van goh, we hebben niet langer van de beurt voor de volgende OK. We zijn niet bekend, bla bla bla. Ga maar door. En toen was het helaas te laat. Niet zo te laat gelukkig, maar wel te laat voor mijn galblaas. Er kwamen steentjes door mijn galweg in die tijd en ja. Toen het galblaasstentje erin kwam, is het best wel weer pijnlijk voor mij. Ik kreeg toen weer een heleboel aanvallen in de tijd, begin van het jaar, en het deed veel, heel veel zeer. En ja, dat is een beetje, dat was dus mijn derde opname geweest in het Nieuwe Rijn. Met spoed moest ik met de ambu naar het Nieuwe Rijn toe om daar opgenomen te worden. Eerst in het SCH is de afkorting voor. Spoedeisende hulp is een hele afkorting voor. Toen moest ik dus natuurlijk heen. Ik weer naartoe gegaan en met de rolstoel. Ik weet niet meer, ik lang geleden. Maar ja, sindsdien is het best wel weer snel gegaan in die tijd. En op een gegeven moment van hoe je van. Ja, en nu? Hij moet toch wel een keer uit. En op een gegeven moment was het dus weer februari. Toen ging het weer goed eventjes. Toen moest ik weer naar 6 februari. Om nog een keer opgenomen te worden. Want het was dus van plan om de ESCP en de galblaas tegelijkertijd goed te opereren. Maar dat durfde ik niet aan. Want ze hadden het overleg gehad in het IMCU. Toen overleg mee gehad samen. We hebben besloten om het toch niet te doen voor mij. Want als ik lang, heel lang in de coaster blijf, en dat ook niet meer riskeren. En als ik langer en lang anders zou blijven, misschien iets te lang. Dus daarom hebben ze dat niet gedaan in die tijd. En ja, daarom is er iets van, nou, dat doen we niet.
Dus toen kwamen we uiteindelijk bij de opname van de OK. Dat was het begin, dat was 1 maart. Ik weet niet meer, maar ongeveer was het in maart. Zou het OK zijn? En op een gegeven moment van, je werd het uitgesteld. We wachten te wachten op de taxi in de tijd en te wachten en te wachten. Op een gegeven moment belde de OK-verpleging voor mij op van goh, meneer Langendorf, de OK gaat helaas niet door. Omdat drie chirurgen moesten zijn om mij te opereren in die tijd. En daar was toen met 2 chirurgen bij. Toen er 3 moest zijn. Dus toen werd het weer afgeblazen en moest ik weer thuis blijven. Ik had er klaar voor de taxi daarheen te gaan. De taxi belde 5 seconden daarna op. Ik heb een jongen luisteren. Helaas gaat het niet door. En de OK is gecanceld. Geen probleem, meneer Langendorf. Natuurlijk, het is geen probleem, want dan kan je er niks aan doen. Als je zelf geen auto hebt, dan moet je natuurlijk de regentaxi. Of met verlies. Dan daar waar je woont. Ik woon natuurlijk dicht bij Nieuwegein. Dus ik was dus met de regentaxi en naartoe gereden. En op een gegeven moment van, werd me 2 dagen na later weer gebeld van, goh, dan kan je 6 dagen daarna weer. Dus ik heb echt niet gediend daarover. En dan heb ik me gekregen ervoor, het was toen avondeten in het restaurant. Want daar avondeten. Moest natuurlijk goed eten, want elkaar op het einde van de middag gebeuren. Tijdens tegen mij, ik had nog geen tijd helaas. De order gaat nog geen tijd aan, de order van elkaar order. Gaat er geen tijd aan, toch geen tijd aan om mij te opereren. Op geen tijd, wel tijd, maar niet bevestiging van de tijd. Ja, ongeveer natuurlijk, het is altijd bij elkaar. Ongeveer, ik kan altijd niet uitvallen, dan ben ik eerder aan de beurt. Toen niet, heb ik pech gehad. Dus op een gegeven moment heb ik zo'n trek en zoals jullie weten kan ik niet lang nuchter blijven en en op een gegeven moment, ik had zo'n honger, ik kon mijn oude annuleren. Op dat moment kwam het los in het woord, ik ben gedaan naar beneden toe, was naar beneden toe naar de OK te gaan. Yes, ik blij natuurlijk, ik ben er blij mee en natuurlijk wel. Ik had zoiets van, jippie, eng en OK. Ik zei tegen de chirurg en tegen de anesthesie van, mijn zus zei het, ja, ik zal mij aan leren. Waarom ik nou het laatste heb gedaan is voor mijzelf. Want het zou mij een tijd nemen om mij te opereren. Toen moest ik naar de avond, plek toe waar ik in de avond werd gelegen. Als ik dan goed word, ging ik daarheen. Dus ik ging daarheen, niet naar de dag, maar naar de avond, wachtruimte van de OK. Maar als ik het verkeerd heb, maak ik het verkeerd nog zeker in de comments, als ik het niet goed zeg. Maar ik dus wachtte daar en ik heb het mutsje op. Ik heb dus aangemeld met de scanner van mijn pasje om op mijn hand. Ik heb een bandje om, dan kan je het scannen. Zo je is aangemeld. En dan moet ik wachten op de anesthesie. En dat deel van de anesthesie wordt gewacht. En zo mocht ik hem gelijk naar elkaar toe om mij te laten opereren aan de galblaas. En dat is ook wel een dingetje, moet ik zeggen. Want eigenlijk was de kijk elkaar gedaan, dat toen waren gewoon een pin in de rug. Konden ze me niet een kijkoperatie uitvoeren. Dus moest mijn hele medewerk openen. Dat had ze al voor gezegd, hè. Dat had ze al voor gezegd, al de chirurg. Een van de chirurgen zeg maar opereren. Had ze al gezegd van meneer Langendorf. Het kan zijn dat ik mijn open OK moet doen. Want vanwege een pin in mijn rug kan je geen pin in je buik doen. Ze wilden dat doen, maar ze hebben het meteen weer gedicht. Dat het niet lukte gewoon. Ze durfden het niet aan, dus dan is mijn gek open gesneden. Toen ik het open mocht gesneden, toen kwam mijn gek even stenen naar de chirurg toe. En wat denk je, wat voor stenen eruit kwamen? 504 stenen ongeveer. En ja, 104 stenen kwamen eruit en de rest dicht bij mijn moeder. Een gedeelte van de stenen.
heb ik helaas niet meer, wil ik ook niet meer hebben. Want die hoofdstukken zijn afgesloten. En ja, ik heen moet zelf laten, ja. Op een gegeven moment mag ik naar huis, iets te snel denk ik. Want de wond ging weer open. Niet open, maar het lekte weer. Zoals je weet, als je wond lekt, is het niet geen goed teken. Dus ik moest weer naar het ziekenhuis om weer een opname te doen. Ik ging met de rolstoel naartoe dit keer, en dan is hij haar weer. Ja, het spoed is hulp, dus. Om daarheen te gaan, ik moet dus meteen weer opgenomen in het ziekenhuis, wel in de afdeling. Waar ik het echt niet goed in kon vinden eigenlijk. Waar ik echt goed denk, maar wat doe ik hier in de afdeling? Dus. Mijn chirurg, die ik nu nog steeds niet heb, en toen wel qua controles. En mijn buik kwam een beetje geopend om de viesheid eruit te halen. En dan draai je de zeer. Dat deed zo zeer door draaien. En tillen van bed, van toen de bed deed zo zeer. Echt schuiven deed zo zeer. En natuurlijk moet je wel bedenken dat dan je wand open is. En ja, de wand is gewoon open en dat kon de viesheid uit. En dat voel ik gewoon zitten. Op een gegeven moment is het schoon, dat het gewoon lekker gevoel dat het schoon is. Maar ondertussen, na al te duur in de nacht, gaat het vies worden weer. En ja, schrijf het nou doorheen. Natuurlijk, want ik heb een hele jaar nog te gaan. Ik ga een heleboel dingen natuurlijk wel wat dingen overslaan. Want ja, het duurt vanaf de video te lang, vind ik. Dus op een gegeven moment mag ik naar huis. Ik wil naar huis, want mijn moeder zei, waarom wil ik die hier? Dat doen we hier nog met hem. Ja, mijn pijntje geven en de wond toeschonen. Ja, ik dus geregeld dat Karijn kwam om wond te doen. Ik wil Karijn daarvoor nog en ja. En daar vond ik dus toen in de tijd, vond ik een meisje leuk. En ik heb een video gemaakt. En toen, ja, een video gemaakt. Zie je ook allemaal in de infokaart. En ik denk dat ik nog heb, ik denk niet meer. Maar dan zet ik die ook in de infokaartje video. En ook in de beschrijving. En die tijd vond ik haar leuk, ik was denk ik wel leuk. Niet leuk, maar ze is wel verliefd. Dat is wel gewoon leuk, aardig. Zo te zeggen. En ik wil geen namen vinden. Want ze is wel van geleden in die tijd. Heel ander verhaal, heel ander hoofdstuk, dus. Maar goed, ik mocht dus na een half jaar spoelen, hoefde ik niet meer te spoelen. En het was wel fijn om mij niet meer te spoelen. Een prettig gevoel, want ik mocht lekker vroeg in mijn stoel. En niemand op de tijd zou wachten. Het was zo fijn en zo prettig, dus. Het was dus en maar 5 maanden geleden maar. Sindsdien, vanaf maart tot 5 maanden geleden, heb ik intensief geholpen met buiten Karijn. Om de wond te verschonen en te doen. En dat was heel fijn, moet ik zeggen, want ik was gewoon thuis. Ik kon gewoon thuis mijn werk, mijn hobby, zelfs werk uitvoeren op YouTube. Ik kon het uitvoeren om het allemaal te doen. En Dat een beetje en het was gewoon heel prettig om dat zo te doen. En anders als ik in de ziekenhuis zou liggen, had ik het helemaal niet kunnen doen, heel gelukkig. Ga ik nog naar huis van de chirurg, mits ik af en toe kwam voor controles. Ik heb zo gek van die controles dat ik heel veel denk, goh, laat maar, ik merk wel dat het niet goed gaat. Het is mijn eigen verantwoording, dus ja, dat is. Dan was het dus in augustus, maar mijn hoofd. Dat is dus 3 maanden geleden of zoiets. 6 maanden geleden was het toen. En dat was de laatste keer dat ik toen kwam van de wond. En ik begrijp wel pril, moet ik zeggen. En dat vond ik zo fijn dat ik niet hoefde te komen. Maar goed. Het was een hele ziekenhuisgedeelte en de rest van het jaar is gewoon lekker.
gewerkt. En ik kwam dus op het idee om ook in het Zoom om op de zondag en om twee video's, elke dag te uploaden. Eén keer één vlog en één video. En ik ben vast nog om 7 uur morgens. En heel snel ben ik weer teruggegaan naar 4 uur middags. Want ik vond toen nog een betere tijd toen in die tijd. In ieder geval, toen ben ik 4 uur middags. Toen ben ik weer teruggegaan naar 4 uur middags. En deed ik s'avonds een hele video. En toen dacht ik van, ja, ik wil graag het weekend ook meer video's maken. Dus toen kwam 12:30 erbij, ik zat er ook vandaag. En ja, dus het weekend 2 uur in video extra. Best de serie op zondagmorgen om 11 uur. Ik ga altijd nog doorgaan, altijd. Een mooie tijd vind ik altijd nog. En dit ding is nog wel gebleven op zondag. Ik zat op zaterdag, nee, vroeger, de series. Heel snel ging het om zondag. En dat was heel fijn. En ik zei, ik wil niet op Burnley Level in december. Het is mij nu. Ik denk dat het nu 3 december is mij nu. Op dit moment. En waarom ik die video niet pas op de opneem, is kan ik rustig gaan monteren. Als je hebt te monteren, voor jullie ergens te gaan doen mee. Want ik wil graag rond 30 december online hebben die video. En ik ben nog zo klaar om deze video, maar nee, daar uiteindelijk van. Maar goed, ik denk dat het veel best wel lang is nu. Voor een van jullie leuk, zeker een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent op mijn kanaal. Zie ik jullie. Elke dag een nieuwe vlog om 4 uur en om vanaf 8 januari weer een video om 7 uur. Daar beginnen we weer mee, want dan ben ik 4 jaar op YouTube. Dus mensen, tot de volgende. Later.